Dan heb ik echt een midden van 9 bij 9. Yo kijkers van Marcel's Eye, welkom terug bij Minecraft Survival. Vorige aflevering hebben we eigenlijk alleen maar flint gefarmd. En dat is op zich wel grappig. Hadden we gewoon hier even onze hele achters. Dit hele stukje hadden we gewoon volgebouwd met gravel. Vond ik wel grappig. Wat we nu gaan doen is, we gaan paadjes aanleggen, denk ik. Nee. Ja, ook. Dat gaan we ook doen. Maar ik wil ook cobblestone walls maken. Want die dingen zijn cool. Dus, ik denk dat we zo 2 stekjes pakken. En dan was het zo. Ja, hoppa. Zijn er al 60. Zo. En dan kunnen we nog even. Zo. Hoppa. 64 en 62. Nou ja, prima. En dan gaan we gewoon hier langzaamaan uitbreiden. Dus, wat wij doen is, wij halen dit hier allemaal weg. Zo. En dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan 8. En dan nog eentje. Hier zo. 9. Hoppa. Dit moet dan verder ook weg. En ik ga dat zo meteen allemaal nog wel goed maken. Verder. Maar ik wil een ontzettend grote voortuin hebben. Want voortuinen zijn cool. Weet je het ook even. Oh, wacht even. Ik zit te ver. Zo. Oh, wacht. Nee! Ik glitch er langs. Ik moet nog even mijn pickaxe pakken. Want anders kan ik de fout geplaatste dingen niet weghalen. De jewel pickaxe. Pardon, dat is gewoon een diamond pickaxe. Ja, ik zit nog steeds op pirate speak. Want ik vind pirate speak vind ik echt grappig. Dus, jullie staan verkeerd. Fout parkeerders. Hoppa. Zo. Deze blijft wel gewoon staan. Maar deze niet. Hihi. Dit gaat allemaal weg. Want dit is niet nodig namelijk. Zo. En dan gaat dit hier ook allemaal weg. Zo. En dan 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3. Even kijken. Ja, dat klopt. Ah, deze moet ook eventjes weg. En dan, hoppa, even. Zo. Ah, mooi toch? Ik vind het helemaal mooi. Even kijken. Dan dit nog. Zo. Dan helemaal doortrekken tot met hier. Dit wordt onze grote dieren. Farm portal ding achter iets. Hier komen alle beestjes in. Zo. En ik ben bang dat ik ze daarvoor eerst helemaal moet afslachten. Kip. Ah, oké, jij mag weg. Ik vind prima. Ga die kant op. Zo. Hoppa, doet hij even. Zo. En nu deze nog. Hoppa. Ja, en deze nog, hè, koe. Ga die kant op. Zo. Oké. Nee! Ik had er eentje geplaatst. Nou, oké. Deze gaan allemaal dood. Hoppa. Ik wil geen loslopende dieren hier hebben. Zo. En deze kip, ga neer. Kip! Zo. En deze kip nog. Zo. Ook neer. Hoppa. Zo. Nou, oké. Okay. Ik vind het helemaal mooi. Tot nu toe. Hier even een... Zo'n ding. En nou wordt het nog steeds grappig. Ik maak nog even een tweede fence gate. Van een derde eigenlijk. Hop. Oh wacht. Ik heb helemaal geen hout. Hoppa. 1, 2. Zo. Gewoon even hout erbij pakken. Zo. En dan dit. Zo. Picket gate. Nice.
Nee! Kom hier. Stom ding. Ik ben een beetje stil vandaag. Ik weet niet wat het is, maar ik denk dat het ook de warmte is. Want het is namelijk... Oh. Oké. Ik dacht dat ik dat nog niet had. Het is namelijk nog pittig warm. Zo. Oh, dit is cool. Zo kun je alsnog gewoon... Dit is grappig. Oké. Zo. En dit wordt ook even eentje. Zo. En dit nog een. Zo. En deze ook nog. En dan... Bam. Klaar. Nice. Dan gaan we nu dit weghalen. Zo. Zo. Kijk eens aan. Dan hebben al die beesten hebben een groter verblijf. Jij gaat dood. Dankjewel. Zo. Oké. Nou is het tijd om dit wat beter te maken. Want ik vind dit echt niet kunnen. Jongens, dit gaat te ver. Zo. En nu dit hier nog wel weghalen. Zo. Dit ging echt te ver. Hoor. Dat konden ze niet maken. Zo. Hop. Zo. En eigenlijk moet hier nog wat meer van weg, vind ik. Ja. Zo. Zo. En ik maak gewoon deze doorgang, maak ik gewoon weer open. Niet dat die ooit open geweest is, maar ik maak hem gewoon open. Zo. Hoppa. Zo. Kijk eens aan. Oké. En nu kunnen hier dus ook weer wat ruimte maken. Hier zo. En dit gaat dus ook allemaal lager. Deze laag gaat allemaal weg namelijk. Zo. En ik ben bang dat dit wel moet blijven. Zo. Alleen dit allemaal niet. Dus. Ik vind dit grappig. Hoppa. Zo. Kijk eens aan. Deze boom die moet ook maar even weg, denk ik. Zo. Nou, en die netherport kan wel even blijven staan zo, vind ik. Hoppa. Dit is goed zo, vind ik, verder. En dan, zoiets, denk ik. Ik denk alleen deze nog even weg. Zo. Dan is het alweer een stuk beter. Deze weg. Zo. Dit hier nog een klein beetje veranderen. Dit nog weg. Hop, hop. Dit nog weg. Zo. Kijk. Dat is al beter. Vind ik. Dan heb ik wat meer ruimte in mijn voortuin. Hoppa. Kijk, ik maak gewoon mijn eigen gebiedsuitbreiding. Hoe relaxed is dat? Zo. Hop. En dit is dan nog weer een klein beetje beter. Zo. Hoppa. Dit zo nog. Het begint ook weer donker te worden. Gezellig. Lekker schemerig. Dit nog weg. Deze boom. Dan ga ik nu eerst even slapen. Ik ga nu wel in één keer erg snel donker te worden. Dat is niet de afspraak. Want ik ben het straks al wel weer. Dan staan ze helemaal weer in mijn voortuin al die beesten te durpen. En dat vind ik niet kunnen. Dat is mijn voortuin. Ik kan ook niet zomaar in jouw voortuin staan. Nee. Zo. Kijk, deze boom die gaat lekker weg. Hoha. Ik vind het cool. Hoe dan? Serieus? Oh. Oké. Ja, hier nog even wat dirt erbij plaatsen. Zo. En dan
hop, 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 zo. Stukken beter, vind ik. Alleen ik heb ze, ja, ik dacht, ga gewoon weg. Zo, nu zijn ze los van elkaar, nu moeten ze toch wel weg kunnen. Dan is het afscheid nemen een keer niet zo moeilijk meer, denk ik. Dit gaat ook anders. Ik haal dit hier allemaal weg. Alles gaat weg. Of het nou klaar is. Ja, het is allemaal klaar. Oké. Dat maakt er niet zoveel meer uit. Ik zit daar. Ah, ik wil dirt hebben. Ah, laat maar. Ik wil met de dirt spelen. Ik heb het idee dat mijn microfoon. Dat mijn Minecraft geluid echt veel te hard staat. Dus, nou ja, wat doe je dan? Dan maar. Dan doe je wat zachter. Ik laat nog even hier wat van over. Twee om precies te zijn. Dan zoek ik even het midden op. Want dit is een gebied van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Huh? Nee, dan moet het 10 bij 10 zijn, vind ik. Dus er moeten nog twee deze kant op. Dan moet er nog twee groter. Moet allemaal groter. Alles moet groter. Ik vind dat echt alles groter moet. En ik vind dit niet kunnen, jongens. Zo. Hop. Zo. Nee. Daar. Dit nog even weg. Even eten tussendoor. Ham, nam, 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 nam. Zo. 1, 2. Hop, 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 hop. Zo. En dan kan dit nog wel even weg. Zo. Hop. Doet hij even. Zij weg. Deze kan wel zo blijven. Dat is wel goed zo. Verder. Oké. Ik vind het prima zo. Dan neem ik ook direct even mijn dirt mee. Zo. Ja. Komt helemaal goed hoor. En dan. Dit ook direct even wat groter maken. Zo. Kijk. Daar worden die beesten blij van. Denk ik. Ik weet niet zeker. Dat betekent dus ook dat deze ook anders moet. Deze komt hier namelijk. Zo. En dan zo. Even kijken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, ik vind het prima zo, joh. Nou, dan moet ik die ook mee rekenen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Zo. Oké. Okay. Goed zo. Hop. Deze weg. En dan hop. En dan dit allemaal nog weer weghalen. Zo. Kijk eens aan. Nice. Zo. Hebben wij weer even gezorgd voor gebiedsuitbreiding. Ik vind het prima. Dan ga ik jullie ook laten zien hoe ik mijn farm wil gaan doen. Dat is wel even interessant. Ik pak even een emmertje. En even mijn hoe erbij. 1, 2. Zo. En ik pak ook even mijn hoe. Die ligt hier als het goed is. Ja. Oh, die ben ik klaar. Die is bijna stuk. Stuk. Nou, maak ik een nieuwe. Vind ik prima. Want als het goed is, kan ik met wat mijn plan is at the moment, kan ik dus even dit wegstampen, wat eigenlijk niet nodig is, maar goed, ik vind het leuk. Emmertjes heb ik even nodig, zo. Mijn inventory zit veel te vol. Ik wist het. Even kijken, wat kan weg? Deze kan wel weg, zo. En dan wil ik die hebben. Dankjewel. En dan gaan we eventjes dit opvullen. Verder. Hop, hop. Zo. Opgevuld. En dan. Dan zoek je het midden op. En dit is, als het goed is het nu 10 bij 10, volgens mij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
bij 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, 10 bij 10. Mooi. En dan, wat doen we dan? Dan gaan wij in het midden maken wij een pool van 4 bij 4. Dan hebben we ook direct een infinite water source namelijk. En dat is wel handig. Denk ik. Wacht, ik ga dit heel anders doen. Ik ga dit echt anders. Ik maak een bredere gang hier. Want dat vind ik leuk. En dan heb ik ook echt goed een midden namelijk. En dat is wel even handig. Dan heb ik echt een midden van 9 bij 9. Nou, een midden van 9 bij 9. Nee, dan heb ik gewoon een pad van 9 bij 9. Zo. Dan haal ik dit hier ook weg. Alles hier gaat weg weer. Hop. Jij weg nog. Ik mis echt mijn efficiency pickaxe. Wat zit hier efficiency op? Ik weet het niet eens meer. Eigenlijk wordt het weer tijd dat ik gewoon overschakel weer terug naar het goede oude Engels. Maar ja, dan heb ik geen zin in. Wauw. Het is echt leeg geraakt. Zucht. Kijk, dit hier zo. En dan een hekje hier tussen. En dan was het 1, 2, 3, 4. En dan 1, en 1, 2, 3, 4. Ja, oké. Okay. Dus hier komt dan een hekje. Zo. En dan heb ik die kant de volgende keer wel. En dan, in het midden. Dus hier zo bij dat hekje. Dan 1, 2, 3, 4. Hier komt water. Dus, water, zo. En dan gaan wij het hele gebied hier omheen, gaan wij farmland van maken. Zo. En het wordt dan, als het goed is, wordt het allemaal bevrucht. Net zoals dan een vrouw een man bevrucht. Nee, dat een man een vrouw bevrucht. Toch? Zo zat het toch? Tuurlijk zat het zo, Marcel. Hoe kan een vrouw een man bevruchten? Dat kan toch niet? Nee, dat kan inderdaad niet. Dus, oké. Okay. Zo, hoppa. Want volgens mij wordt het echt allemaal gewoon flink mooi farmland. En dan heb je een heel groot veldje eigenlijk. Want dat is goed. Dus. Maar ja, de video duurt eigenlijk weer veel te lang, dus ik laat het even lekker bevruchten. Kijk, dit wordt mooi hoor. Mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Druk op dat duimpje omhoog als jij deze video leuk vond. Bij de 150 abonnees en bij 5 likes op elke video vanaf Minecraft Survival 65 komt er een giveaway. Dus doe dat even. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van Minecraft Survival. Tot later.